Goedemorgen, groot bezoek. Kom eens hier staan, want wij gaan hier lekker bij jou voor in de kamer staan. Ja. En als ik dan kijk naar Jan, want hij is niet alleen in Bladelijk, hebben we nog direct 6 anderen, dus een 7 in totaal. Maar je hebt in ieder geval ruim 45 jaar ingezet voor de gemeenschap en met name dan voor de schaaksport en het gilde. In 1971 ben je begonnen als voorzitter van de schaakvereniging in Bladel. Je hebt je ook ingezet om de jeugd erbij te betrekken. Je was instructeur van de jeugd. Nou ja, en dan is een andere passie die je hebt. Het gilde Sint-Sebastiaan. Gedurende 34 jaar is hij achtereenvolgens bestuurslid, vaandrig en hoofdman geweest. Verder is Jan vrijwillig belastingadviseur van ouderenvereniging KBO. Sinds 2006 is hij bestuurslid en coördinator van de beheercommissie van Stichting Steunpunt Den Bogaert. Als je zo'n staat hebt, ja, dan is het niet meer als logisch dat als er dan een briefje gaat naar de koning toe. Het heeft de koning dus behaagd. Zoals dat heel mooi heet om u op een gegeven moment te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En ik ga de diensten ga ik u opspelden. Het is altijd even zoeken, maar ik ga hem heel mooi opspelden. Hé, hey, wat ga ik nou bij opa doen? Oh, dat zie je niet, hè? Nou, dan ga ik opa in ieder geval feliciteren. Proficiat. Dankjewel. En Maria ook. Alsjeblieft Maria, en bedankt dat we hem als gemeenschap zo lang hebben mogen lenen. Proficiat. En we hebben natuurlijk de oorkonde met doosje. Goedemorgen, het lijkt wel de bank die open gaat. Ja, ja. Nou, kijk maar eens op een gegeven moment of het bekend is. Ja, mogen wij met een hele poort mensen binnenkomen? Ja. Iedereen mag binnenkomen. Heel goed. Nou, maar uw naam stond in ieder geval op de lijst dat u 36 jaar inzet. Met name in eerste instantie voor de fanfare. Stichting Het Loons Heem heb ik hier staan. Maar later ook de rijvereniging en de ponyclub Sint-Pancrasius. Ja. En niet te vergeten, de voetbalclub. Hè? De voetbalclub hoort er op een gegeven moment bij. En de werkgroep voor zorgzone ook nog, zeg even. Dus. Maar dat is nog maar in een hoofdlijn. Ja, en als ik dan zie van wat hij dan vroeger gedaan heeft, dan denk ik, ja, die man heeft tijd zat gehad. En als hij bij de bank werkt, dan. Ik ga even naar de voetbalvereniging. Sinds 2005 actief bij de sponsorcommissie van de voetbalcommissie hier. De vrijwillig bij de rijvereniging en ponyclub Sint-Pancrasius. 14 jaar actief geweest heb ik staan. Als voorzitter van de buurtpreventie, en dan kom ik toch op die woonzorgzone. Op een gegeven moment heb ik begrepen dat je ook de werkgroep woonzorgzone deed die je bent meegaan trekken. Zijne majesteit de koning heeft behaagd om u te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En die onderscheiding ga ik het nu optreden. Gefeliciteerd alvast. Ja. Er zit zometeen een briefje bij, zeg ik hem even, voor uitnodiging voor morgen voor de Oubade. En natuurlijk mooie oranje bloemen voor die sterke vrouwactiviteit. Bedankt dat we hem als gemeenschap mochten lenen. Alsjeblieft. Ja, proficiat. Dankjewel. Dankjewel, Jan. Ja, ja. Wil je die af en toe helpen? Ja, dat moet zij eigenlijk zeggen. Komt erin. Ik ben maar het overlijdensberichten aan het kijken. Net al gezegd, ik heb een heel, althans de burgemeester heeft een heel lijstje gekregen van verdiensten die dan horen bij mevrouw Van Hout. Al daar mocht ik zeggen, heb ik net begrepen. Ja. Want ik heb ook begrepen dat hij bijna 20 jaar lid bent van de KBO, Katholieke Bond van Ouderen. Bestuurslid en initiatief nemen van meer bewegen voor ouderen. Ruim 10 jaar heb ik begin met hier staan Stichtingbureau Respijtzorg hier in Hapert. Bij het een samenwerkingsinitiatief van de Stichting Steunpunt Kloostertuin. De werkgroep Zomerschool heb ik hier nog staan. Sinds 2009 zit u daarin, ook een initiatief van de KBO. Te benoemen, wegens uw verdiensten voor de gemeenschap, tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga die onderscheiding ga ik niet bij u opzwelden. Dus ik ga hem heel mooi, mag ik met mijn hand achter, dus ja, proficiat zou ik zeggen. Nou, bedankt voor het feit dat u zich beide zo inzet voor de gemeenschap. Hij verdient het ook. Ik bedoel, koffie is ook goed.
Dankjewel, hè. Ja. Ik ben alleen. Maar wel water gedragen, hè? Of ja. Niet? Ja. Nou, morgen, is net al begin met even gezegd, toch eigenlijk bijeen op een heel bijzondere plek. En eigenlijk ook voor een heel bijzonder persoon. Want wie is het nou eigenlijk, Piet, die wij zouden onderscheiden? Want wij hebben nog niemand gekozen. Ja, het valt toch niet mee. Piet, ik heb begrepen dat jij meer dan de helft van uw leven als vrijwilliger inzet. Piet was bij VV Hapert scheidsrechter bij de jeugd en actief in de jeugdcommissie. Grensrechter bij het eerste elftal en beheerder van sportpark en speelvelden. Verder is Piet al 20 jaar bezig met het onderhoud van het kerkhof in Hapert. Geachte burgemeester, het heeft mij behaagd om op een met Piet Luiten te benoemen tot lid in de Orde van Oranje Nassau. En ik ga die onderscheiding ga ik jou nu op een moment opschouwen. Proficiat, zou ik zeggen. Dank u wel. Draag hem met eer. En voor jou in ieder geval een hele mooie bosbloemen. Volgens mij weet jij daar wel plek mee. Te kijken, Pieter. Maar kijk, maar je gaat er maar gewoon bij staan. Ja, is goed. Dat was wel een verrassing. Nou, oké. Foto? Ja. Ja, we weggaan. Nee, dat maakt niet. Dank u. Hoe buik je? Een dag later wordt ter ere van de koning een obade gehouden met alle gedecoreerden van nu en eerdere jaren. Diverse gilden uit de gemeente Bladel geven achter de présence. Koninklijke Harmonie Le Union uit Bladel luistert de bijeenkomst muzikaal op. Waarnemend burgemeester Peter Maas geeft een schouderklopje aan de gedecoreerden en vindt het een mooi gebaar om hen even in het middelpunt van de belangstelling te zetten. Kinderen van groep 3 en 4 van basisschool De Vest uit Hogeloon bieden de burgemeester brieven aan, bestemd voor koning Willem-Alexander, met de gelukwensen voor zijn 50ste verjaardag. Lang leef de koning! Ik zal zorgen dat hij op een gegeven moment... Zij bieden de gelukwensen aan in de vorm van een mooi versierde krans. Stavoers, voor het erop.